En allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2015. Mijn naam is Michael en vandaag gaan wij lekker op de trekker. Ik dacht, ik moet die grap maken. Lekker op de trekker. Eigenlijk is het niet eens de grap, maar het is gewoon de waarheid. Wij gaan één bakje legen. En dan gaan wij natuurlijk onze mooie cruiseplay aan het werk zetten. Die gaat lekker mijn mooie silage silo leegrijden. En daar ben ik helemaal blij mee. Want ja, dat moet gewoon gebeuren. De silage moet gewoon leeg. En, want wij moeten heel veel monies hebben. Ik bedoel, wij krijgen nu momenteel 15.000 voor een bakkie. Dat is redelijk veel. Dus wij zetten onze cruiseplay. Left control. En dan delete. Dan zetten wij op silage silo 1. Geladen routen. Oké. Dan hebben wij onze dingen. Ja, dat is goed. Route beginnen. Te veel mankeringen. Maximaal 3 toegestaan. Oh, waarschijnlijk moeten we weer eventjes een keertje opnieuw. Af en toe doet hij het wel en de andere keer doet hij het weer niet. Wat is dat nou weer voor gezeik allemaal? Kom op. Play. Mijn route beginnen. Twee samengestelde routes. Ik heb er maar. Zo, die. Ah, kijk, nou doet hij het wel. Zie je? Oké, we gaan eens even kijken of hij het goed doet. Want dit is voor mij de eerste keer dat ik hem gebruik. Voor mij heb ik hem namelijk nog nooit eerder wat laten doen. Ik heb natuurlijk die route van die andere gebruikt. Maar de shovel die heeft natuurlijk een iets ruimere bocht. Oeh, dat was al krap. Dit weer. Oké, we gaan vandaag de cruiseplay opnieuw instellen. Even kijken. De laadroute, ja, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Wij gaan die uitladen, startroute vastleggen. B-stand. Dan rijden we helemaal door tot de andere kant. Zoals net. P-stand. Achteruit terug. Ik hoop dat ik nog weet hoe het werkt. Het gaat nog helemaal goed. En door. Oh, ja, dat hoort er allemaal bij. Nu hoort er geen P-stand. Nu hoort er een P-stand. Terug. En weer door. En dan stoppen. Route beginnen. Oh, wacht even. Nou, dat heeft hij allemaal nog opgeslagen. Oké. Chapeau. Nou, het zit al vol. Achteruit. Vooruit. Hopen dat hij doet, hopen dat hij doet, hopen dat hij doet, hopen dat hij doet. Kom op. Gaat hij weer stoppen, hè? Kom op. Ik vind dat zo vreselijk irritant van die cruiseplay, hè? Kom op, man. Anders moeten we toch wel iets anders gaan verzinnen.
Stop, bestuurder. Oké. Okay. Nu gaan we het dan doen. Even kijken. Ongeveer hier. Nou, ik heb wel een ideetje. Startroute vastleggen. Nou, natuurlijk gewoon zoals altijd. Zo, een mooi bochtje maken. Tot en met die er is. Hoppatee. Dan natuurlijk P-stand. Even een beetje naar beneden, want anders gaan we zo meteen omkiepen. Dat is een beetje een grote bak natuurlijk. 10.000 liter. En achteruit. Dan gaan wij gewoon... Oh, kut! Oeps. Achteruit. Ik hoop dat hij het nu nog goed doet. Denk het niet. Ik hoop het wel. Denk het niet. Ik hoop het wel. Ja. Dan gaan wij gewoon zo. Zo. Dan naar voren. En dan stop. Achteruit. Stop. En vooruit. Oké, nog een keer. We route beginnen. Ik hoop dat hij daar ook niet gaat lopen kloten straks bij de P. Waarschijnlijk niet, maar... Ziet er goed uit, ziet er goed uit. En dan moet hij zo meteen gewoon bam vooruit en hem legen. Ja? Ja? Ja! 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 Ja, hij doet het, jongens. Oké, eindelijk. Eigenlijk deed ik expres om deze tijd op te vullen, maar daar hebben jullie niks van door gehad, gelukkig. Nee, eigenlijk niet. Maar toevallig is die klaar. Wauw, dat heb ik al goed gegokt. Het saai gaat lekker door. Het enige wat ik natuurlijk wil doen is een nieuw weiland kopen. Welk weiland? Ja, een goede vraag. Waarschijnlijk gewoon weiland 17. Ja, liever natuurlijk het weiland 24, maar dat is al een redelijk dure kant, denk ik. Ik ga eens even kijken hoeveel deze kost. En deze kost me eigenlijk al genoeg. En nu ben ik voorlopig wel even klaar met weilanden kopen. Nu gaan we gewoon puur sparen om voor de lening af te betalen. Zodat we daar ook gewoon een keer klaar mee zijn. Want die lening en shit, daar word je ook zo gek van. Dat moet ik ook nog een keer allemaal afbetalen. Nog 5 miljoen precies te zijn. Ja, dat is gewoon natuurlijk veel. Ik vind het nog steeds jammer dat deze trekker niet de ploeg trekt. Dus het enige wat we nog keer moeten doen is eventjes ook een betere trekker kopen. Dat is het enige wat ik nog jammer vind. Voor de rest gaat het wel lekker in de game. Gaat heerlijk. 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 Hoppatee. Gaan we fertilize sprayen. We hebben natuurlijk zo het laatste. Ik weet niet, heb ik dat in de aflevering gedaan? Ik weet het niet eens. Hebben wij natuurlijk hier mooie tanks neergezet. Voor mij heb ik dat niet in de aflevering gedaan. Ja, weet je wat. Ik weet het eigenlijk ook niet eens meer. Voor mij niet. Zo. Dan hebben wij hier een mooie tank staan om ons zaad te vullen. Om onze tank te vullen. Mag ook wel eens gaan gebeuren trouwens. Laten we dat eens even doen. Omdat we natuurlijk redelijk veel onze trekkers gebruiken nu. Mijn tanken moeten ze volgend jaar echt veel meer aanpassen. Dat je het veel vaker moet doen. Want dat is wel echt iets wat nog redelijk nep is, zeg maar. Dus fertilizer bijvullen. We zullen een bakje koffies. Mijn voetspoortjes zitten er wel mooi in. Nou, dat is het. Dan gaan we fertilizer sprayen. Dat gaan we gewoon lekker met de hand doen vandaag.
En bam, weer geld erbij. Moet wel goed in de gaten houden of het 15.000 blijft. Of 5.000. Oh wauw, die tijd staat niet snel genoeg. Anders, nou, hij doet het namelijk niet snel genoeg verteren. Of hoe noem je dat? Nee, niet verteren. Hij gooit het niet snel genoeg, vermaalt hij het, zeg maar. Wat hij normaal natuurlijk wel doet. Dat doet hij nou niet snel genoeg. Sommige kijkers vonden het irritant dat ik elke keer hetzelfde deed. Saaie ploegen. Maar dat is echt... Dan denk ik aan de ene kant, ja, ik begrijp het ook wel, want het is ook niet zo heel leuk. Maar aan de andere kant denk ik, waarom speel ik anders deze game? Ja, sorry dat ik het zeg, maar Minecraft ga je niet kijken als je niet maar houdt van mijnen, toch? Nou, dat is bij farming. In farming ga je niet kijken als je niet houdt van farmen. Dat klinkt logisch, toch? In mijn ogen dan. Maar, ja, I don't know. Ja, maakt mij op zich eigenlijk ook niet zo heel veel uit. Ik vind het wel best. Voor mij gaat het wel lekker zo. En, ja. Ik vind sowieso de laatste tijd met YouTube wel redelijk lekker gaan. De video's komen redelijk op tijd online. Wordt goed bekeken. Nou, op tijd niet. Maar wel gewoon elke dag komen de video's online. Ja, en dat vind ik gewoon echt top van mezelf. En natuurlijk van jullie. Want jullie geven de groene duimpjes, de views. Alles eigenlijk. Wat ook heel erg belangrijk is voor een YouTuber. En dat is vooral natuurlijk de duimpjes. Voor de motivatie. De views ook natuurlijk voor motivatie. Ja, dat is echt puur wat jullie doen. Jullie leveren gewoon puur motivatie om door te gaan. En dat is gewoon awesome. En mooi. Dan wil ik je nogmaals heel erg voor bedanken. Ja, en er vroeg net een gast die ik ken van een vriend van mij. En die zei van, ja, weet je wat Michael, ik vind het zo vet YouTube. Niet dat jij het doet, dat zei hij dan weer niet, maar oké. Hij vindt het zo vet dat YouTube. Hij zegt, ja, nogmaals, ik wil er zelf ook aan beginnen. En vandaag ga ik jullie een paar tips geven hoe je nou makkelijk en snel, ik ben zelf ook nog geen grote YouTuber, dus ik kan niet makkelijk snel groot kan worden, want ik ben niet groot. Nou ja, op zich wel redelijk voor nu de tijd, zeg maar. Maar als ik jou als tip moet geven, is eigenlijk best makkelijk. Natuurlijk altijd het eerste tip die ik heb, doe wat je leuk vindt. Als je namelijk geen ene zak aan vindt en je denkt van ik voel me verplicht om die game te gaan doen. Ja, dat is leuk en aardig. Maar daar heb je niet zo heel veel aan. Want ja, jij moet het natuurlijk de kijkers wel leuk maken. Maar de kijkers moeten het ook vinden dat jij het natuurlijk ook leuk vindt. En anders ga je echt niet heel lang een serie doen waarin je die game speelt. Want... Dan heb je er weer geen zin in en dan heb je dit weer niet. Dus doe echt wat je leuk vindt. Maar doe ook wel iets wat populair is. Er is echt wel een game die jij vroeger heel veel gespeeld hebt en nu nog steeds hebt. En dat je denkt van nou, dat vond ik echt een awesome game. En het enige waardoor jij kan bepalen is een game die goed is of niet. Is om te kijken of die veel op YouTube geletsplayed wordt of geletsplayed is. Letsplayen is gewoon spelen. Alleen dan met commentaar erbij. En let's play is echt van het begin tot het einde. En dan heb je natuurlijk ook commentaries. Daar heb ik momenteel geen ervaring mee. Want dat doe ik niet. Of funny moments of dat soort dingen. Ja, funny moments zou ik zo kunnen maken. Maar dat kost mij gewoon ontiegelijk veel tijd. En daar heb ik echt geen zin in. En dat vind ik dus ook niet leuk. Want ik ben een let's player. Maar ja, mensen die het wel doen. Die groeien ook wel redelijk snel. Omdat dat gewoon heel populair is. Het is gewoon populair om dat te doen. Maar oké, dat even terzijde. Maar doe gewoon wat jij echt leuk vindt en wat populair is. En nogmaals, daar kan je achterkomen. Dan ga je gewoon googlen op de game. Is er een let's play van? Ja of nee? Zo ja. Kijk of die in het Nederlands is. Is die niet in het Nederlands? Is het een goeie? Liever vind je er helemaal niks over. Maar dat is bijna onmogelijk. Farming vind je ook heel veel over. Maar bijna niks Nederlands. Moet je gewoon Farm Simulator 15 Dutch. Nou, zoek maar eens op. Vrij weinig gamers. De enige die nu zijn is Markyboy, Coraltiel en... een of andere Dukes Games of zoiets. Ik weet niet precies. Maar in ieder geval, die spelen dat allemaal. Die ken ik niet, maar dat doet ook niet toe. En Space Mouse Gaming. Maar Space Mouse Gaming volg ik momenteel niet echt. Maar die spelen dus die games. Die groeien nu ook redelijk. Mark groeit gewoon nog. Coraltiel. Ja, iedereen groeit gewoon. Omdat farming momenteel een game is die niet vaak gelesplayed wordt. En om dat nu zelf ook te gaan doen. Dat vroeg hij, moet ik dan ook farming gaan doen? Ja en nee.
Tuurlijk is het leuk dat je farming wil gaan doen. Maar aan de andere kant, die game wordt al zoveel gedaan. En dan ga je dat nu ook nog eens doen. Nou, dat vinden de kijkers totaal niet leuk. Dat gaan ze gewoon saai vinden. Want dan is het zoveel let's plays van dat. Dat het gewoon geen zin heeft. En dat is gewoon kloten. Dus ik zou dat niet doen. Maar bijvoorbeeld de construction heb ik nu. Dat speelt ook Cold Shoe en dat soort dingen niet. Waar ik ook flink wat door groei. Want dat is ook gewoon een hele populaire game. En dat begrijp ik wel. Want dat is gewoon een leuk spel. En dat is gewoon iets wat niet vaak voorkomt. Demolition Company heb ik laatst gekocht. Gold Edition. Laat die beneden achter of ik de oude serie moet bewaren of verwijderen. En of ik natuurlijk Demolition Company moet gaan doen. Mij lijkt het wel fucking vet om het weer te gaan spelen. Want het was ook heel erg populair. En daarom wil ik dat ook zeker wel weer gaan doen. Maar ja, vinden jullie het ook leuk als dat weer terugkomt? Laat het hier beneden achter, want ik weet dat deze video flink wat bekeken wordt en ook redelijk tot het einde. Maar het lijkt me awesome om die serie weer terug te brengen. Ja, wat heb ik dan nog meer te zeggen? Voor YouTube, leven kwaliteit. Als jij namelijk momenteel met echt bach kwaliteit aankomt, jongen. Wens ik jou heel veel succes. Maar jij gaat niet groot worden. Jij gaat niet groot worden. Als jij met een cracky microfoon aankomt. En met bijvoorbeeld een computer die niet lekvrij speelt. Ja, mijn computer heeft af en toe ook wel problemen. Maar geloof me, ik heb best wel een beest van een computer. Maar dat komt, ik weet niet waardoor dat komt. Dan moet ik eigenlijk nog eens even een keertje uitzoeken. Maar daar heb ik gewoon momenteel geen tijd voor. Want ja, zoals jullie weten. Ik doe 3 video's per dag nu momenteel. En dat is gewoon ongelooflijk veel werk. Wow, dat bovenop die berg heb ik niet eens gezien, man. Daar kan je ook niet heen. Jammer. Het had me wel leuk geleken om erheen te kunnen gaan doen dingen. Oké. Maar ja, dat terzijde. Kwaliteit. Nou, daarnaast moet je een keuze voor jezelf gaan stellen. Wat vind ik belangrijk? Kwaliteit of kwantiteit? Wat is nou kwaliteit en kwantiteit? Nou, ga ik jullie eens even heel goed uitleggen. Je hebt YouTubers die liever heel veel uploaden. Dat ben ik. Dan dat zij 1 video uploaden en maar ontiegelijk veel tijd erin steken. Dat wordt meestal net zo goed bekeken als dat jij, nou, wordt beter bekeken. Maar ja, als jij 3 video's doet, dan word jij meer bekeken dan dat jij 1 goede video doet. Eigenlijk word je net zoveel bekeken, maar oké. Je bent er net zo lang mee bezig, maar het is gewoon kwaliteit of kwantiteit. Dus wil jij nou echt veel games doen, of wil jij echt een kwalitatieve game? Dus met veel moeite erin. Nou, dat is echt een keuze die je voor jezelf moet stellen. Dat je denkt van nou, weet je wat, ik doe dat of dat. Dat is echt iets wat je even moet kiezen. En ik kies zelf liever voor kwaliteit dan kwantiteit. Want ik vind het leuker. Nee, kwantiteit dan kwaliteit. Want ik vind het leuker om meerdere games te uploaden dan dat het de hele tijd dezelfde game is. Want dat is gewoon niet leuk. Doe, het is toch niet leuk. Dat jij bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, dat jij elke week 1 video online, of elke week 1 video online zet, waar je ontzettend veel tijd in steekt, maar ja, uiteindelijk bijvoorbeeld op die video haal je 1000 views, en als jij 14 video's in een week uploadt, haal jij 7000 views, ik zeg maar wat. Voor mij klopt het ook wel redelijk wat ik nu zeg, maar niet dat ik 1000 views per video heb, maar totaal. Ja, dat is een keuze. En voor mij was de keuze snel gemaakt. Ik maak liever veel video's dan dat ik heel veel tijd in video's steek. Daarnaast, ik heb een hekel aan editen. Echt waar. Geloof me niet verkeerd. Ik heb echt een hekel aan editen. Ik mag gewoon echt. Ja, ik vind editen wel leuk, maar ik moet weten hoe het werkt. Bijvoorbeeld, ik heb momenteel een workshop gekozen. Hoe jij video's moet bewerken. Dan wordt het leuk. Want dan weet jij hoe je video's moet bewerken. Dan is het ook leuk. Ik wil ook later eigenlijk wel iets. Ik vind het meer voor mezelf. Ik wil er niet echt een opleiding voor doen, maar gewoon een kleine opleiding. Zodat ik wel weet van, als ik een video opneem voor bijvoorbeeld mijn pa, voor het bedrijf. Dat jij bijvoorbeeld kan laten zien, dit is mijn bedrijf, mooi filmpje. En dat het ook redelijk, ja, aantrekkelijk is om naar te kijken. En niet dat je, bijvoorbeeld de Dutch YouTube Gathering, ik steek er ongelooflijk veel tijd in. Maar nogmaals, het is lang niet zo professioneel als bijvoorbeeld StukTV doet. Alhoewel, of nee, niks alhoewel. Maar ik steek er wel ongelooflijk veel tijd in. En dat is een beetje het probleem. Ik wil er veel tijd in steken, maar het moet ook goed zijn. En dat moet niet zo, ja, zo 50-50 zijn. Dat vind ik gewoon niet leuk. Dus ja, dat is gewoon even een keuze die je moet hebben.
en die je moet maken. En daarom zeg ik het ook nu van, nou, weet je wat, je moet echt even goed nadenken wat je doet. En dan komt het helemaal goed. Ja, ik maak dit even af. Ik moet namelijk nog weg. Ik moet namelijk, dit jaar gaat Rick mee naar de Dutch YouTube Gathering. En dan moet ik even een kaartje voor hem kopen. Dat betaalt hij mij natuurlijk wel wat terug. Maar ja, hij heeft geen internetbankieren. En dat heb ik wel momenteel. Dus dan kan ik eventjes kaartjes kopen. Kan die uitprinten. Anders, dan mag ik zondag niet. Omdat Ruben heeft afgezegd voor de zondag. Beetje jammer. Nee, ik kan dat kaartje niet van hem overnemen. Want die heeft hij nooit gekocht. Ja, jammer Ruben. Maar ja, hij heeft gezegd waarom. En ja, dat geloof ik dan ook. Dus hij moet op vakantie. Nou, daar kan ik niet verplichten van, nee, je mag niet op vakantie, je gaat met mij mee. Dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Dus ja, alvast, ik hoop dat je een leuke vakantie krijgt, Ruben, als je deze video kijkt. En ja, dat is gewoon wat ik wil zeggen. Het geld komt er lekker bij, jongens. Ik denk dat we het 500.000 gaan halen. Zijn we eindelijk van onze rotlening af. En we hebben natuurlijk nu een nieuw weiland erbij. Dus dat gaat ongelooflijk veel opleveren. Die moet nog een keertje heen en een keertje terug. Of misschien nog wel een keertje heen. Ja, nog wel wat meerdere. En natuurlijk al die plukjes moet ik straks met de hand nog gaan doen. Want dat ziet er natuurlijk niet uit. Dan moet hij nog een weiland doen. En dan denk ik dat wij al in de miljoen zitten. En dan gaan wij nog even doorsparen tot de 5 miljoen. En dan gaan wij gewoon nieuwe dingen doen zoals de koeien. Want ja, de koeien, dat is ook nieuw. Tenminste, de locatie is nieuw. Deze silo is nu momenteel half leeg, denk ik. Zoiets. Nou, volgende keer rijden we natuurlijk zo'n hele silo helemaal propvol. Dat is ook wel awesome. Dus eventjes in de trekker zitten, of in de shovel zitten. Gaan we eens even één keer kijken nog hoe die hem leegt. En dan moet ik er echt helaas wat tussen, jongens. Nou, aan de ene kant had ik nog wel anders liever een video maken, want ik moet zo meteen ook een hele discussie aan. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. En boom. Zo leegt hij een bakje. Zo simpel is het, jongens. En dan is zo meteen het hele ding weer leeg voordat hij weer aankomt. Momenteel 21% nog. Kun je nagaan. Het zijn nu nog... Er gaat 10.000 liter, 19 bakjes. Dat is toch 10.000? Ja. Nee joh, meer. 10.000. Nee, wel 18 bakjes ongeveer. Ja, 18 bakjes. Dus kijk dan voor kijken in deze aflevering. Natuurlijk niet zoals altijd een blauw duimpje omhoog doen. Vergeet hier beneden niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer terug bij weer een nieuwe aflevering van Farmzula 2015. Tot de volgende keer. En ik zeg zoals altijd, later.